We gaan vandaag naar Mr. Ed en ik ga rijden. Dat was het. We gaan nu naar Mr. Ed en we gaan daar een frontriem, een zadeltje, peerskappen en een hoofdstel uitzoeken. Nou, zadels die heeft Peter niet, maar we gaan in ieder geval even advies vragen aan Peter. Ja. En we zijn er. Waar zijn we? Bij Mr. Ed. Ja, oké. Okay. Leuk voor mij. Jullie hoeven niet te lopen hoor. Goedemiddag. Nou, loop maar verder dan. Oh, we gaan even winkelen. Weet je, als Sterre zo harder praten. Weet je, als Sterre zo klein was, dan konden we iets doen. Mini zadeltjes. Ja, heel mooi. En hier hangen allemaal hoofdstellen. Zullen we zo Peter maar even vragen? Misschien kun je beter even peeskappen gaan zoeken of zo. Peeskappen. Weet je waar die liggen? Je kent die hele winkel allemaal. Deze zijn te blauw. Te blauw? Te blauw. Oké. En dit is dan weer te roze. Mm. Je moet in ieder geval nog zo'n borstel hebben. Wat voor borstel zijn? Nee, voor de manen. Oh ja. Ik zie ze hier hangen. Dus kan je kiezen uit roze of blauw. Of rood en zwart. Roze natuurlijk. Neem je roze? Ik neem roze. Je gaat weer op roze toe. Ik vind hem mooi. Huis omhoog. Goed zo. Het is net sterrenloos. Misschien moet je even aan Peter vragen wat je zoekt. Ja. Peter, kan je me helpen? Ik wil feestkap en een hoofdstel. Feestkap en een hoofdstel. Nou, laat eens kijken. Voor sterren. Daar komt hij hoor. Corona, maar voor sterren. Ja, oh, en wel... Hier zijn ook nog allemaal feestkappen. Ja, hoe groot is die ook alweer? Klein. Meisje, hè? Dat is allemaal prima, denk ik, hè? Je weet stippen toch wel? Ja? Zo groot is precies. Dat is prima, volgens mij. Wat voor kleur zou je willen hebben? Roze of blauw. Roze. Of alle twee. Of alle twee. Gaan we eens kijken. Roze en blauw. Pop. Oh, dit is een mooie hoekje cover. Zo, nou die vind ik cool. Deze zijn te groot. Die zijn helemaal zo leuk. Het is allemaal te groot. Els, moet je ze bestellen, Tess? Ja, ik denk dat ik deze moet hebben. Of wil je ze in het roze? Oh, in het blauw is ook goed. Maar volgens mij zijn die ook wat te groot. Zal ik? Ja? Is deze? Ja, maar die zijn te groot hoor. Die moet echt van je maat hebben. Ja, anders moet ik ze even laten mee laten komen. Dat kan. Ik heb net een bestelling lopen, dus dat kan. Dan kan je kiezen of zeg maar zo'n kleur, of een beetje dat roze-achtige. Ja, mag ik zeggen. Ja, turquoise heet dat. Zal ik een setje voor je laten komen, dat is goed. Nu alleen nog ben je voor en achter, peesbeschermen en strijklap, of alleen een peesbeschermen? Mag dat? Ja hoor. Ja, ook twee. Oké, okay. Gaan we dat sowieso even kijken. Ja, en dan alleen het hoofdstel. Hoofdstel. Hebben we wat gezien? Dat je zegt van, nou, dat vind ik wel wat. Nee, eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nee. Wil je een beetje iets met lak of weer een vlekje erin? Ik denk dat ze heeft nu een lage neusriem, dus ik weet niet of dat uitmaakt als je dan overgaat naar een hoge neusriem. In principe niks. Oké. Okay. Dus even wennen, maar lage neus wordt meestal gebruikt in het begin, zeg maar. Zo, dus deze vind ik wel mooi. Die? Nou, dat kan. Zo, dat is wel heel veel glitter. Dat is heel veel glitter, hoor. Nee, maar die hoef ik niet. Ik vind hem wel mooi, maar ze hoeft niet. Doe me die niet. Wil je wel een beetje glitter erop? Oh, nee. Kan of niet? Ja, doe ik. Deze vind ik heel mooi. Die wil ik hebben. Kijken of de goede maat is. Ja, dat kan. Met blauw? Ja, nou, oh, die is wel heel schattig. Precies dezelfde kleur blauwe pees en strijklap erbij. Ja, die is echt leuk. Krijg je sky blue. Ja. Vind je het leuk? Ja. Nou, doen we dat. Eigenlijk val je een beetje te zet. Nee, dan heb je ook geen frontriem meer nodig als je dit hoofdstel neemt. Ja. Is dat leuk? Ja.
Helemaal top. Met de bloemetjes erop en precies de leuke kleur blauw, waar we ook die pees en strijkdoppen van gaan bestellen. Ja, toppie. Yes. Goed zo. Ja, mooi. Hey, wat is dit? Die gebruik je, ja, die is een beetje fancy natuurlijk, qua kleur, maar die gebruik je eigenlijk om hier omheen te doen. Lekker zacht op zijn neus. Nou, weet je, dan kan dat beest niet eens meer uit zijn ogen kijken als ze dat erop doet. Dat is waar. Dat is meer als grapje, zeg maar. Oh. Nou, dan doen we deze, is leuk. Ja. En je hebt al een borstel uitgezocht. Ja. Dat is een hele goede. Die moest ik sowieso. En dan worden we, weet je welke vleeskap ik echt heel mooi vind, dat zijn deze. Die vind ik het allermooiste. Ja, maar die zijn er dus niet in de kleine gemaakt. Dat is jammer. Jammer, hè? Oh, zo'n borstel is ook heel fijn. Dat is er eentje. Ja, mag wel. Moet ik ook zelf betalen? Dat maakt toch niet uit? Het is toch voor je pony? Je hebt geld zat. Kom. Kijk, ik zag een hele lekkere borstel als deze. Nou, ja? Hoe duur is die? Ik heb toch geld zat. Maar dat ik dat kon zeggen. Oké. Zo, nou, dat gaat ze betalen. Ah, oké. Sorry. En dan draai je. Wil je nog wat zeggen of is het goed zo? Ik heb een krukje en allemaal spulletjes. Harder praten. Ik heb een krukje, drie borstels en een hoofdstelletje voor sterren. En die gaan we nu gebruiken. Zet op de manege. Lukt het? Helpen. Ik doe wel de deur open. Druk hier. Wacht op de test. Oh. Ja, ga maar. Zo. Jij bent al klaar. Ja, dat is de manier van de lopen. Zo zie je niet dat onze nagels vies zijn. Mm. Nagellak. Ja. Slim. Dit is een oude hostel. Hoop. Dit is een oude hostel. En nieuwe hostel. Woehoe, even het bit omzetten. Ja. Gaan we zo doen. En eerst even paardjes buiten zetten, vind je niet? Het lukt me nu eindelijk. Ja? Ja. Ik ken jou geniet, dus dan weet ik gelijk dat je er bent. Ja. Er zit allemaal hooi op je muts. Lukt het? Ja. Oké. Okay. Kom, ster. Nee, pak hem maar, want anders gaat hij vallen. Krijg ik koud hoofd. Wacht even hoor. Ja, kom maar. Kom, ster. Oh, je hebt de hoeven niet uitgekrapt, dat is niet zo netjes. Ja, niks oepsie, dat mag niet.
Doe hem wel dicht, anders ontsnapt ze. Ja, net zoals de vorige keer. Bankje zitten. Want als je paard in de pony in de paddock staat, dan mag je niet weg. Moet je altijd opletten. Zal ik je bit aan je hoofd al gaan doen? Moet ik op ze alle drie letten? Ja. Okay. Kan je wel. Doe maar. Oké, tot zo. Tot zo. Je denkt, ik vind het allemaal wel best. Ik ga nu naar de bak toe. Sperrin doen we er zo omheen. Want die was te groot, dus ik moet even gaatjes bij prikken. Ga maar. Hupsa. Ik zie helemaal niks. Ja, volgens mij zie je wel gelijk. Nou, hobbel maar. Ik zal even sperring gaan halen. Nu is een gaatjesmaker. Ja, maar even stappen. Zo, het is met sexy Lexi in de bak. Helemaal leuk. Helpt ook altijd. En op het goede been. Ja hoor, ga maar gewoon in. Vandaag gaat ze wel dezelfde van de maan, dus ze wil spelen. Misschien is ze een beetje moe. Ik ben klaar met het draaien. Ik ga nu het halster doen en het ging heel goed. En bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Dus, nee, nog niet. Dus doei. Ster is er klaar mee. Dus doei.